Onze eerste kennismaking met vastgoed bij Dijn was eigenlijk heel aangenaam. Dus wij merkten direct eigenlijk dat Stijn heel veel ervaring had. Die kwam hier binnen, die begon direct over het pand, over de omgeving. Je merkte echt dat hij wist waar hij mee bezig was, dat hij al jaren in het vak zit. De manier hoe dat ons woning in beeld werd gebracht, was ook zeer professioneel. En wat wij heel positief vonden, was die virtuele tour. Ik denk dat dat voor een toekomstige koper dat wel heel tof is, dat je het huis echt helemaal kunt rondlopen, tot in detail kunt kijken van ja, is dat iets voor ons, hoe zien die ruimtes eruit. Dus dat was wel, dat vonden wij wel chic. Ja. We werden ook continu op de hoogte gehouden door Stijn. In verband met het aantal bezoeken dat al waren ingepland en zo. De bezoeken, ja, die heeft vastgoed bij Dijn eigenlijk volledig op zich genomen. Wij waren zelf niet thuis, maar wij hadden er alle vertrouwen in dat hij wel vlot ging lopen. Dat was heel aangenaam. Dat was heel aangenaam. Achteraf hebben we ook feedback gekregen direct van Stijn over hoe dat alles verlopen is. De koper hebben we eigenlijk heel snel gevonden. De avond zelf nog hebben we ons eerste bod binnengekregen. Ja. Daar zijn we dan vrij snel op ingegaan in overleg met vastgoed bij Dijn. En eigenlijk denk dat we de dag nadien of twee dagen nadien eigenlijk de deal beklonken hebben. Dus dat is allemaal heel snel gegaan. Wij zouden eigenlijk iedereen willen aanraden om met vastgoed bij Dijn samen te werken. Wij hadden er een supergoed gevoel bij. We hebben heel veel uitleg gekregen. Je voelt echt dat ze heel professioneel omgaan met hun klanten. Het vertrouwen was groot en de kennis. Dus daarom echt, ik zou iedereen aanraden om met hen in zee te gaan. Ja, absoluut.